Het Shamir-kanaal in Ikeri wordt uitgediept. Dit kanaal verbindt de Ikeri-rivier met het Bigipang-gebied en wordt dagelijks gebruikt door vissers en toeristen. Het initiatief tot het uitdiepen komt van NDP-parlementariër Rachid Doukki. Hij wordt ondersteund door het districtscommissariaat van Ikeri en het ministerie van Openbare Werken. Het Shamir-kanaal is voor het laatst uitgediept in 1997, eveneens op initiatief van Doukki. Toen was hij districtscommissaris van Ikeri. Wanneer het kanaal is uitgediept, kunnen bezoekers makkelijker Bigipang bereiken, zegt Doukki. En belangrijk is omdat toerisme op gang komt en de eiwitvoorzieningen voor Ikeri, dus vis uit het zwamgebied, elke ochtend verse vis naar de markt van Ikeri, is hoog nodig. En de mensen ondervonden dan, ja, veel last, kapotte motoren, onbegaanbaar kreek. En ik dacht, nee, kon doen san. En zo is het gekomen. En het is heel prachtig, want het is deze keer beter gedaan, of wordt beter gedaan, dan ooit tevoren. Betekent dat ook bij app mensen kunnen gaan varen op Bigipang? App in de rivier? Nee, de sleephelling wordt ook aangepakt. Maar bij app ga je toch de broodboot moeten overslepen. Maar we hebben gemeend een takel te zetten. Een elektrische takel als je komt in die boot. Maar bij hoogwater is het makkelijker. Het Shamir-kanaal is 9 kilometer lang. Het uitdiepen staat er ruim een maand terug. Doukki zegt dat er zeker nog een maand nodig is om het werk af te ronden. Een van de actiepunten na het uitdiepen van het kanaal is volgens hem de controle in Bigipang te verhogen. Wat wij wel gaan doen, want ik weet dat u die vraag ook gaat stellen, nu orde op zaken daar stellen. We liggen in een district dat gedecentraliseerd is, districtsfonds, DR. Wat wetgeving erop los dat mensen die daar nu gaan per boot wat betalen, dat gaat de DR moeten beslissen. Per persoon wat en dat de DC dat dan in het fonds houdt voor verder onderhoud, dagelijks onderhoud, vuilverwerking, you mention it, je moet twee beheerders aanwijzen, een woningje moet gebouwd worden, boot, gasoline, motor voor de controle, dan kan hij het daar doen en dan heb je ook controle, dan weet je wie gaat, ja, wat ze doen, wat ze halen, wat ze brengen, alles. Dus dat moet er zijn, omdat je allicht weer terug kan gaan naar bandeloos en anarchie. NDP-parlementariër Rachid Doukki van Ikeri heeft het initiatief genomen om het Shamir-kanaal uit te diepen. Het kanaal is een belangrijke verbindingsroute tussen de Ikeri-rivier en het Bigipang-beheersgebied.